De druk op de gezondheidssector in Suriname neemt langzaam af. Dit is positief, maar de situatie is nog lang niet wat de regering en het outbreak management team beogen. Crisismanager Martelise Eersel is vandaag ingegaan op de recente update van de COVID-19 website. Er is een daling te merken en deze trend moet worden voortgezet. Als ik kijk naar de cijfers, dan zie ik dat er een dalende trend van het aantal positieve gevallen zich heeft ingezet. En dat verwachten we ook, want als je maatregelen treft die de samenscholing van mensen probeert te reduceren, dan krijg je een verminderde overdracht of transmissie van het virus. Dus de maatregelen en vooral de strikte naleving van die maatregelen, toezicht daarop, heeft vruchten afgeworpen. Vandaar dat we dus een behoorlijke daling zien van het aantal positieven. En dat stemt ons goed, omdat eigenlijk de druk op de gezondheidszorg minder aan het worden is. Wat wij nu moeten doen, is zorgen dat wij als Surinamers ons houden aan de richtlijnen en aan de maatregelen die zullen volgen. Het kan en mag niet zo zijn dat wij teruggaan naar ons normale leven van voor COVID. Dus wij moeten overgaan naar een COVID-veilig transport, werkplek en recreatie. En daarvoor heeft het ministerie in samenwerking met verschillende groepen protocollen ontwikkeld. Er zijn nu al ongeveer 16 protocollen die zijn op de website te zien. Ja. En BOG zal over een dag of wat ook een website airen waarop alle protocollen te zien zijn. Dus het is niet dat wij teruggaan naar een normaal leven, maar wij gaan naar een nieuw normaal. Een COVID-veilig normaal. En dat zal moeten gelden totdat wij een vaccin hebben. Er kan niet concreet worden aangegeven dat de totale lockdown heeft gezorgd voor de dalende cijfers, maar overige voordelen zijn duidelijk in beeld gebracht. Het organiseren van feestjes en andere illegale activiteiten wordt aangepakt en er is daardoor ook minder sprake van samenscholing en community spreading van het coronavirus. De totale lockdown van de zaterdag en de zondag, de regering had daarmee de intentie om de drang tot feesten en partyen de kop in te drukken. Okay. En eigenlijk is een totale lockdown dat je helemaal niet op straat bent, die is niet per se de reden dat het omlaag is gegaan. Nee, het feit dat er geen parties zijn, feesten zijn, bijeenkomsten van mensen onder COVID-onveilige omstandigheden. Dat maakt dat de transmissie omlaag gaat. Maar de regering heeft dus gezien dat vooral in de weekends mensen toch nog partyen, huisfeesten, allerlei feesten, baarsclub bezoekt. Heeft de regering toen besloten, de zaterdag en de zondag, doen wij een totaal uitgaansverbod. Dus en dat is een totaal lockdown. Je kan niet wachten tot 100% van de bevolking bewust is. Mm-hmm. Vandaar dat je strak toezicht moet houden op de maatregelen door de handhavingsautoriteiten. En dat zijn de politie, gezamenlijk met de militairen, de bestuursdienst, de milieuinspectie van het BOG, de arbeidsinspectie. Dus we zijn bezig om al deze organen, vooral de arbeidsinspectie, de milieuinspectie, in place te krijgen voor het toezicht op de naleving van de maatregelen en de protocollen. En wat ik ook wil zeggen is dat COVID niet per se in de avonduren zich verspreidt. Het is helemaal geen kieskeurig virus. Overal waar mensen zijn, onder omstandigheden waar het virus zich kan verspreiden, is het virus. Dating, Nitti, Bacadina. Het virus kent geen tijd.